Fijn dat je kijkt, RTV Katwijk Sport, hier de voetbaltafel op deze mooie maandag 9 september. Ja, in een nieuwe studio, best spannend hier vanuit de nieuwe studio dus van RTV Katwijk aan de Ambachtsweg. Het ruikt nog als nieuw, we zijn mooi opgemaakt door onze visagist Jolanda en we zijn klaar dus voor een nieuw seizoen 19-20 met uiteraard heel veel aandacht voor het voetbal hier in de gemeente Katwijk. Met natuurlijk onze eigen Valk 68, de Rijnvogels en maar liefst 3 keer een tweede divisionist. Katwijk, Kwik Boys en natuurlijk ook Rijnsburgse Boys. Ja, het format blijft hetzelfde de komende periode. Dus de ene week een voetbaltafel, de andere week een niet-voetbalsporttafel. En we gaan proberen aan het einde van de maand, elke laatste maandag van de maand, voor u een extra lange tweede divisie special te maken. Met uiteraard dan aandacht voor de verrichtingen van Katwijk, Kwik Boys en de Rijnsburgse Boys. Houdt daarvoor in ieder geval de website en ook de sociale media in de gaten. Ja, zoals gezegd, welkom dus. Een nieuw seizoen. De competitie is net vers van start. De meeste clubs hebben 2-3 wedstrijden gespeeld. En vanavond in deze eerste show hebben we aandacht voor de club in, de Kooltuin, Sportpark de Kooltuin, de FC Rijnvogels. Net begonnen, 2 duels gespeeld. 4 punten, vorige week gewonnen. En afgelopen zaterdag gelijk een 0-0 tegen ARC. Ook bijzonder is dat we vanavond een gast hebben, ja, die we niet zo vaak hier aan tafel hebben. Meestal hebben wij hier een speler aan tafel, net vers van de training. Maar vanavond is de trainer zelf aanwezig. Nou, we zijn wel blij met natuurlijk Jimmy Simons, fijn dat je er bent. En naast hem de clubwatcher van de Rijnvogels, verslaggever ook van de Rijnvogels bij RTV Katwijk. En natuurlijk ook betrokken bij de mooie website leidenamateurvoetbal.nl, onze eigen Remco Menting. Ook jij welkom, Remco. Dank je. 4 gespeeld, 2 punten. Jimmy, mag je dan tevreden zijn? Qua punten aantal niet. Wel qua uitvoering, qua speelwijze. Ja, je moet toch groeien in een seizoen. Maar goed, ik heb 4 punten. En dat is begin. Afgelopen zaterdag heb ik naar Remco zitten luisteren op de radio. En die kon maar niet echt loskomen van zijn stoel. Snap je dat? Ja, snap ik deels. Ja, het was een tactische wedstrijd. Waar wij 2 ploegen hadden die vooral heel goed in de organisatie stonden. Weinig weggaven. En voor de supporter eigenlijk niet heel sprankelend was. Nee, dat snap ik. Ja. De trainer Remco zei vandaag in het stuk in het Leids Dagblad, geschreven door toevallig jouw collega Henny Kambier. En goede vriend. Ja, ja. Klopt. Toen zei Mark Evers van ARC, ja, ik vond Rijnvogels angstig spelen. Ja. Van waar die opmerking, denk je? Ja. Nou ja, zo heeft hij dat ervaren. Ik heb Jimmy uiteraard na de wedstrijd ook gesproken. En Jesse Drieberg overigens, de man of the match. Ja, nou ja, goed, angstig. Het woord angstig wil ik niet in mijn mond nemen. Maar hij had iets meer verwachtingen. Misschien een iets agressiever Rijnvogels verwacht. Ik persoonlijk misschien ook. De verwachtingen waren denk ik wat hoger. Ik had eigenlijk het idee dat Rijnvogels al vrij vroeg vol aan de bak zou gaan. Misschien wat hoger zou staan ook. Wat vroeger druk zou zetten, hebben we het ook over gehad na de wedstrijd. Maar het was een tactisch spel, wat Jimmy ook zegt. En daar kwam ik niet los van mijn stoel, zoals je dat mooi beschrijft. En dat vond ik persoonlijk wel jammer. Ik had eigenlijk wel gehoopt, thuis, promovendus, vol aan de bak. Ja, was dit AC dan, Jimmy, van een ander kaliber dan AZSV vorige week? Ja, met name AC vind ik een ploeg wat heel erg in zijn kracht zit. Op het moment dat wij druk gaan geven, vooruit gaan voetballen, zijn ze heel scherp in de counters, in de omschakelmomenten. Ja, wij wilden niet in het vuik lopen, totaal niet. We hebben gekozen om eigenlijk heel gedisciplineerd naar voren te gaan. En terugkomen op jouw verhaal, ik creëer zulke grote kansen met dit spel. Mm-hmm. Dus waarom in godsnaam dan heel veel druk en vooruit en iedereen plezier en uiteindelijk een goal tegenkrijgen. Dat risico wilden wij niet lopen. Mm. Dus met dit spel wat we nu hebben, wat redelijk gedoseerd is, hebben we toch heel veel kansen gecreëerd. Echt grote kansen gecreëerd. Mm. Dus ja, wat is wijsheid? Was de stemming in de kleedkamer een afloop? Ja, achteraf is het een beetje zuur omdat je gewoon die goals niet maakt. Mm. Als je goed kijkt naar de kansenverhouding, was het 1 voor ARC. En ik denk wel, bij 6 ben ik gestopt voor ons. Eén kans in de tweede helft voor hun, die werd weggebokst door Jeffrey uit de goal. Ja, ik krijg in de eerste minuut al een dot van een kans met Max Versteen, die gaat op de goal af. Jaap van Duin schiet voorlangs. Arno Dijkstra op de 5 meter, een vrije kopkans. Bal op de paal van Jaap van Duin. Ik heb daar nog niks tegenover van AC. Ja, in de tweede helft ging er net zo lang door. Kans van DJ de Oever, buitenkant paal.
kopkans uit spelervattingen. Ja. Meneer Treinvels, Jimmy, hè, vraag voor jou en meneer Treinvels, een hele mooie driehoek. Hè, Vlucht, Jaap van Duin, Dijkstra. Als die drie even snipperig nemen. Van Stoep erachter. Dijkstra en Jaap van Duin. Als die drie een snipperdag hebben, is Nijvels dan echt een stuk minder gelijk? Steen natuurlijk nog. Ja? Dat bleek afgelopen zaterdag. Ik moet wel zeggen dat ik Jaap van Duin erg sterk vond spelen. Daar is nog wel eens wat kritiek op zo af en toe. Hè. Maar die bleef gaan. En die bleef maar die acties zoeken. En ook zijn medespelers opzoeken. Ik had ook verwacht dat hij de man of the match zou worden. Misschien hebben ze dat maar een keer niet gedaan. Dat weet ik niet. Maar dat had voor mij de man of the match mogen worden. Mm-hmm. Met alle respect voor Jesse overigens. Ik zei ook na afloop. Ik zeg, je hebt Max lopen die er 20 in kan schieten. Je hebt Jaap lopen die er 20 in kan schieten. Een Dijkstra in vorm. Dat is die, weet ik nog niet. Maar ik heb hem pas één wedstrijd gezien. Kan er 20 in schieten. Als Stoep in vorm schiet hij er 10 in. Ja. Jij ook terecht van, waar gaan we naartoe? Wat wil je hiermee? Maar als dat draait, dan ben je levensgevaarlijk. Ja. En dan, als het draait. Wedstrijd 2. Ja, precies. Dus ook, weet je. Heb je dan al na 2 wedstrijden die ideale samenstelling gevonden, Jimmy? Ja, redelijk. Ja. Redelijk. We zijn vorige week gestart met Arie de Vreugd. Die heeft een rode kaart gepakt. Ja. Daar komt nu Kevin voor in de plaats. Maar het geraamte staat redelijk. Het middenveld is heel creatief met Jesse, Luc, Romano. Daarachter hebben we een hele goede bank met Dennis Bakker, Brian Tong, Diederik die eraan komt, Diederik Hogewaard. Ja. Maar voorin, dat zijn de jongens die de goals kunnen maken. En je moet je zorgen gaan maken als je geen kansen creëert. Dan heb je een situatie. Maar zolang wij deze kansen kunnen creëren, dan gaan de goals vanzelf komen. 100%. Want wat je aangeeft, Jaap, Max en Arno, er zijn doelpuntenmachines. Er zijn jongens die resultaat brengen, of het nou assist is of goal. Dat was die week daarvoor wel, tegen AZSV. Ja, dat zijn de jongens die de goals moeten maken. Niet te vergeten dat ik op de bank heb. Yassine, en Roy, dat heb je achter de hand. Mooi. We kijken even eerst ook naar de uitslagenkaart van het afgelopen weekend. Wat? VV Katwijk, GVVV. Het wordt al snel 0 tegen 2. En het werd uiteindelijk 2 tegen 3 met 2 goals van de 39-jarige Barry Powell. Ga er maar aan staan. Ja, dank Quickboys Jong Volendam. Eindelijk de eerste zegen voor Blauw-Wit met 3 goals van Tommy Bekooi. Vorig jaar nog VVSB en nu dus in het shirt van Blauw-Wit. Rijnsburgse Boys, verrassend. Ja, het is een knotsgek competitie, ook de tweede divisie. Iedereen kan daar van iedereen winnen. Ze verloren op eigen veld 0 tegen 1 van Noordwijk. Zoals gezegd, Rijnvols AC 0 tegen 0. En de Valken, ook daar uiteraard kijken we vol verwachting uit. Gaan nog even wat aan het bekertoernooi doen. Afgelopen week speelden ze tegen Teilingen. En komende zaterdag spelen ze tegen Formensport. Het werd afgelopen zaterdag 2 tegen 0. Met onder andere een goal, een penalty van Mark Langeveld. In vorm, precies, ja. Jimmy, Rijnvols, 2 gespeeld. Ja, oké, 4 punten. Kunnen we niet veel over zeggen. Maar jouw intenties voor dit seizoen zijn duidelijk, hè? Je wil meedoen, hogerop, spelen het linker rijtje. Ja, absoluut, absoluut. En dat hebben we eigenlijk de basis vorig jaar gelegd met een vaste kern. 17 van die groep die zijn gebleven. En dat is wel belangrijk om je DNA mee te nemen. Hè? De manier van spelen, hoe we willen aanvallen, hoe we willen verdedigen. Dat is vorig jaar gelegd en dit jaar is het echt volle bak. Ja. Remco, hoe zie jij de kans? Want als je nou gewoon de selectie van de Rijnvols even gewoon sec diagonaal bekijkt. En je legt als na selecties van bijvoorbeeld een Feyenoord of een ARC of andere teams. Wat kan je dan concluderen? Ja. Ik vond trouwens ARC een hele aardige ploeg hebben, hoor. Ik ben het helemaal eens. De echte kansen hebben ze niet gecreëerd. Maar voetballend een hele aardige ploeg. Ik denk dat Rijnvols, want jij zegt het linker rijtje. Vorig jaar hadden we het over de top 5. Volgens mij is uit jouw mond nu een keer gekomen top 3. Ja. Daar ben ik heel blij mee overigens. Dat de lat iets hoger is gelegd. Nee, er staat daar een hele sterke volwassen selectie die alleen maar kan doorgroeien. Vorig jaar was een goede leerschool, toen hadden we nog misschien wat meer excuses. Dus dit jaar zijn de verwachtingen wel hoger. En ik denk de namen die je ziet staan, dat zijn allemaal goede jongens. Jongere jongens worden wat aangetrokken. Kunnen mooi worden meegetrokken, denk ik, door de oudere jongens. Want hoe haal je dan die grilligheid eruit? Want vorig jaar was het nog wel grillig. Had je een hele goede periode, een hele mindere periode. Ja. Hoe haal je dat dan uit, zo'n grilligheid in die selectie? De volwassenheid was dat dan waar ze het over hadden of zo? Als je ouder geworden misschien, of meer ervaring? Ik denk dat je die grilligheid wel moet houden. Dat maakt de groep ook de groep. We hebben behoorlijk wat personages in de groep. Dus
echt kerels. Ricardo De Vlucht, Jaap van Duin, Max van Steen. Er zijn ook jongens die ook behoorlijk giftig kunnen zijn. En dat is goed. Alleen je moet het wel, je moet je emoties kunnen controleren. Dus je moet wel weten wanneer wel, wanneer niet. Geen gele kaarten pakken wanneer het niet nodig is. Maar vooral de setting creëren voor de jongens om het ook te kunnen groeien, te kunnen ontwikkelen en weten waar het om gaat. Hmm. Maar wanneer je zegt, ik ga voor een zesde plek, ja, dan hou je de boel een beetje klein en een beetje breed. En wanneer je aangeeft, joh, derde plek, we gaan ook zo trainen, ook zo werken. Dan creëer je in de groep ook een bepaalde setting van, hey, het moet beter. Goed is niet goed genoeg. En dat is wel de volgende stap die we moeten maken. Dus minder balverlies, wat zekerder, wat balvaster. En zoals afgelopen zaterdag eigenlijk ook pakken wat je verdient. Mm-hmm. Want je verdient afgelopen zaterdag gewoon iets meer dan één punt. Ja, dat zijn wel leermomenten voor ons, die moeten we wel doortrekken. Mm. Ja. Als dat eruit gaat in de loop van het seizoen, dat je dit soort wedstrijden gewoon wint, want dat, hè, qua kans had je moeten winnen, dan ga je de punten ook gewoon pakken. Ja. Maar je vroeg ook andere clubs. Ik bedoel, ik zat te denken vooraf, Feyenoord, Spijkenisse. Ik ook, maar Feyenoord verliest twee keer, Spijkenisse twee keer. Bovenaan denk ik heel verrassend nu op dit moment, hoe heet het? Capelle, Sportlust. Sportlust, erg verrassend, twee keer heel groot gewonnen. Capelle wint. Maar dat is ook het gevaar. Jonathan Boys wint. Ja. Het gevaar van deze pool is ook dat wij niet weten wat een andere ploeg binnenhaalt. Ja. We weten toevallig dat Capelle heel veel spelers heeft gehaald van Zwaluwe. Dus zes, geloof ik, hè? Die zijn behoorlijk versterkt en geen misselijke spelers. Feyenoord zou het goed moeten gaan doen. Sportlust is een promovendus, dus die speelt eigenlijk zonder druk. Met een hele goede trainer, Van Loenen. Dus je kan nog niet heel veel zeggen van de ploeg om je heen. Behalve dan dat je eigen ploeg redelijk wat stappen gemaakt heeft. Ja, waar sta je dan? Ja. Dat is de vraag. Ja. Vier punten dus, twee duels gespeeld. Goede start, dat geeft rust binnen de selectie. Rust binnen jou, hè, binnen de mensen. Elders in de vereniging, Jimmy, daar kunnen we niet denk ik de ogen voor sluiten. Is er wat minder rust op het front, met name op bestuurlijke gebied? Ja. Hoe zit jij erin? Wat heb jij daarvan meegekregen? Wat is jouw rol daarbinnen? Of heb je daar gesprek over met mensen? Hoe zit jij erin? Nou, het is wel. Er zijn wat stromingen binnen de club geweest. De club heeft een meeting gehad, een ledenvergadering. En daar hebben ze voor een bepaalde weg gekozen. Die zijn ze nu aan het bewandelen. Achter de schermen heel veel bezig met het binnenhalen van sponsoren, wegzetten van een andere structuur. En ik krijg daar verder niet zo heel veel van mee. En ik probeer ook mijn groep daar redelijk van weg te houden. Want het is eigenlijk een treetje hoger. Wij moeten gewoon doen wat we moeten doen. En dat is gewoon elke week presteren. We hadden hier een aantal maanden geleden Peter Plug aan tafel. Toen nog de voorzitter van de Rijnvogels. Ik vroeg hem destijds van, joh, we waren verbaasd over het vertrek van Kevin Wijmer. En uiteindelijk het blijven van Kevin Wijmer. Mm-hmm. Nou ja, hij gaf er een antwoord op waar we niet echt veel mee konden toen in die periode, een paar maanden geleden. Ja. Was jij er ook verbaasd over hoe dat toen gegaan is? Deels wel. Deels wel. Dat zijn, weet je, elke club heeft zo zijn kruisjes. Hè? En wij zijn niet anders dan een Katwijk, dan een Quick Boys, dan een Valken. Dus in dat opzicht kan ik daar niet zo heel veel over kwijt. Dan dat Kevin zou weggaan en uiteindelijk wel bleef na gesprekken. En daar ben ik blij mee. Want hij brengt heel veel rust en ervaring en persoonlijkheid in de groep. Alleen de manier waarop is natuurlijk niet de normale gang van zaken. Nee. Ben jij bang dat wat er nu aan de hand is bij de Rijnvogels ook effect gaat hebben uiteindelijk op de kwaliteit van de selectie? Het gaat ook misschien om geld, om nieuwe spelers straks, om op gesprekken die gevoerd moeten worden met de TC en spelers. De TC is inmiddels een beetje uitgehold, begreep ik. Is het niet meer, is opgeheven. Ja. Maak je er zorgen over? Ja, ik maak me er zorgen. Ja, absoluut. Kijk, normaal heb je een TC boven en dan kan je mee klankborden. Marten Rog onder andere zat erin. Ik had Marten Rog, ik had daarvoor Peter de Koning. Peter de Koning ja, en dat zijn ook al mensen die ik altijd wel gebruik om te kijken waar ik sta, wat vind jij, wat zouden we kunnen doen, kijken naar de toekomst. Ja, dat is er nu niet. En dat baat me wel zorgen, want over een maand of twee, dan moeten we een beetje gaan kijken welke kant gaan we op, hoe zitten we erin. Ja, dat vind ik wel een dingetje. Ja. Had je daar trouwens ook nog last van voor dit seizoen, in de aanloop naar dit seizoen? Nou ja, het lijkt al vooruit, maar volgens mij speelde dit al langer. Ik had geen last, maar het speelde wel mee. Ja. Het is een stuk makkelijker praten als je weet wat er gaat komen. Alleen dat was vrij troebel.
Dan praat ik een beetje schimmig, maar ja het heeft wel effect op de keuzes die je maakt. Ja, ja, wat heb je naar jouw zin? Is jouw selectie voldoende versterkt zoals jij dat had gewenst? Ja, dat kan ik zo niet zeggen. Ik ben hartstikke blij met mijn groep. Heel erg blij. Zou ik er iets sterkers bij willen hebben of iets krachtigers? Ja, het trainen zegt altijd ja. Ja. Ik zou er best wel in elke linie een versterking willen hebben, ja. Maar ik heb wat ik heb en daar ben ik blij mee. Ja. Ik wilde bijna zeggen dat je wieg op sportprotocol stond. Nou, dat is nu niet zo, uiteraard niet, maar je komt wel zeer geregeld, heel veel jaren. Ja. Merk je iets ook in de sfeer, in het sponsorroom, in de kantine, langs de lijn, dat het toch wat aan de hand is bij de Rijn, volgens? Ja, dan moet ik ook gaan oppassen. Nee, maar gewoon, merk je iets aan de mensen, iets aan de sfeer, aan, nou ja. Nou, ik denk dat je natuurlijk, daar merk je wel wat van. Maar dat is eigenlijk al een aanloop die al een tijdje gaande is, in die zin. En misschien is het ook wel goed wat er nu allemaal is gebeurd. Hè? Dat kunnen we allemaal maar achteraf zeggen, kunnen we zeggen, nou. Hè? Ja. Wat ik wel heel jammer vind en wat me wel een beetje pijn doet, als ik dan zaterdag de bestuurskamer in kom samen met Henny Cambier. En ik zie daar dan eigenlijk alleen Piet van Kampen zitten. En voor mij nog een redelijk onbekende dame die ook iets doet in het bestuur. Ja, en daar zitten bijna meer mensen van ARC dan van Rijnvogels. En ik kreeg even mee, daar ben ik niet bij geweest. Dus dat komt uit een andere hand in die zin van, of een andere mond. Dat bij AZSV daar helemaal niemand was. Ja, dan denk ik, jeetje, dat is toch Rijnvogels onwaardig. Ik was er zelf tegen Oost 20 en ik kan het verhaal bevestigen van de thuiswedstrijd, dat ook niemand was toen. Nee, klopt. Nee. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke jammer. Fred Verboom, die ken ik verder helemaal niet, maar ik weet ook dus ook helemaal niet hoe die eruit ziet. Misschien was die er wel, dat weet ik niet, maar ja, dan denk ik, laat daar dan nog iemand zitten die dan op dat moment de taken waarneemt. Maar ja, goed, ja. Om het af te sluiten, Jim, wat is jou verder meegegeven, wat is jou verteld door het interim bestuur, wat nou de stappen gaan zijn richting een andere toekomst bij de Rijnvogels? Nou, de laatste info die ik heb ontvangen van Fred was dat men bezig is achter de schermen. Mm-hmm. En volgens mij over 1 of 2 of 3 weken gaan we weer zitten om te kijken hoe dan de stand van zaken is. En meer dan dat heb ik eigenlijk niet meegekregen. Nee. Zou het ook voor jou een overweging kunnen zijn, misschien je eigen overweging om wel of niet aan te blijven bij Rijnvogels, wat er gaat gebeuren met een nieuw bestuur? Of zeggen van, er staat er verder buiten? Oh, dat sowieso. Ja, kijk, elke beslissing die ik neem, die is op basis van een stukje organisatie, toekomst, beleid. En daar hoort ook bij welk bestuur zal komen. Ja. Ja. Ik denk overigens wel, hè, dat is nou niet om jou te kietelen, maar dat jij wel de juiste man bent op dit moment, zeker met wat daar gebeurt. Met jouw persoonlijkheid en jouw eigen sterke visie en mening. Nou, ik denk dat wat er nu gebeurt goed is. Ja, dat had misschien moeten gebeuren. Maar dat het ook de club ook wel goed kan doen. Dat er iedereen dezelfde neus, dezelfde kant op heeft. Dat er één lijn wordt getrokken. En dat voor de toekomst dat het nodig is. Mm. Ja. Je hebt natuurlijk een prachtig cv opgebouwd als speler, Jim, dat weten we allemaal. Hoog niveau gespeeld. Als trainer heb je ook inmiddels je sporen wel verdiend. Waarom passen Jim en Simons en Rijnvogels goed bij elkaar? We zijn beide eigenzinnig, denk ik. Eigenzinnig, maar wel één doel voor ogen en dat is dat we hogerop willen. dat is denk ik de grootste reden waarom wij bij elkaar passen, ja. Dus als in jou ligt en er komt misschien een gesprek binnenkort over een verlenging, dan op zich denk je de keuze is snel gemaakt. Nou, we gaan alles overwegen natuurlijk. Okay. Maar je hebt naar je zin, zeg je? Ik heb naar mijn zin, ja, absoluut. Ja. Wat brengt Jimmy Simons Remco extra in deze groep? Hoe is de hand van Jimmy Simons zichtbaar in het spel, in de beleving bij de jongens van de Rijnvogels? Nou, ik denk dat Jimmy Simons qua persoonlijkheid sowieso al iemand is die sowieso aanwezig is. Hij zit nooit, hij staat bijna altijd. Ja. Is druk bezig met het spel. Ik zit wel eens, in de, ja, oké, okay, ja. Misschien op het toilet, maar nee, maar... nee, maar en veel bezig met je spelers. Dus hij zit er bovenop. En dat is volgens mij ook wel goed. Dat is ook wel nodig zo af en toe. Soms denk ik wel eens, want we zien hem altijd heel bedreven. Ja. Ja, nee, ik denk dat het
tot nu toe een prima match is. En vorig jaar eigenlijk prima gedaan. Ja. Hè? Ja, je hoopt misschien nog wat hoger, maar dat meer zat er niet in. Het zat nog dicht tegen elkaar aan eigenlijk. Ja. Ja. Win je nog net een paar wedstrijden meer, dan verras je misschien nog. Maar persoonlijk zeg ik wel, dit seizoen, ja, ik zit wel te wachten op. En dat had ik de zaterdag ook. Misschien dan net even op wat, ja. Maar goed, ik begrijp de uitleg en ik zal me daar... Nou ja, je moet in het seizoen nog groeien. Kijk, als je zegt top 3, dan ga je naar top 3 toe. Na twee wedstrijden zijn je vijfde. Dus je moet wel groeien naar een rol te spelen top 3. En dat is een ontwikkeling en ik wil dit jaar wil ik ook slaan. Ja. Maar stel nou dat voorin wat meer gaat lopen. Ja. Ga je dan ook, we noemen het maar van die termen, ga je dan ook wat hoger staan? Of heb je dan zoiets, nee, dan werkt dat juist goed zoals ik het nu doe? Nee. Nee, dat is de uitdaging die je hebt. Kijk, dit werkt nu in deze fase, want in het begin moet je gewoon punten harken, heel simpel. Die zijn belangrijk, die uiteraard. Die zijn belangrijk. Ja. Ik kan natuurlijk fantastisch spelen afgelopen zaterdag, verliezen. Ja, dan heb ik een heel ander Remco Menteken aan mijn deur. Ja. Die zegt van, hey, hoe kan dit in godsnaam? Ja. Dus ik moet eerst punten pakken om wat te groeien in vertrouwen, in een aantal punten op de lijst. En langzaam wil ik natuurlijk wel wat hoger gaan staan. En wat meer wat uitdagender gaan spelen. Ja. En wat me opvalt, Jim, als ik jou te spreken, of je nou gewonnen hebt of verloren hebt, je bent altijd de rust zelf. Ik heb ook wel steeds voor de camera die met stoom uit de oren dan voor de camera staan. Maar je bent altijd de rust zelf. Hoe doe je dat er altijd? Ja, weet je, het is geweest. Oké. Okay. Dus het moment dat je... Een spelletje. dat niet. Ik heb Arie de Vreugd in mijn groep. Die zegt altijd, veel plezier jongens. En dan lach ik hem altijd uit. Maar ik bedoel, je kan aan uitslag kan je niks meer doen. Dat is geweest. Je kan hooguit van leren en de volgende stap weer omzetten. En dat is wel iets wat ik heel snel kan doen. Heel snel relativeren. En ik heb een groep die altijd gaat. Dus daar zal het nooit aan liggen. Nee. Ik weet nog wel de Terlede uit vorig seizoen. Oh ja. Dat was zo'n serie van eigenlijk, want daar had je ook gewoon niet moeten verliezen. Ja. En dat soort wedstrijden was je toen allemaal aan het verliezen. Toen had je het wel even, even aardig gehad na het fluitsignaal. Ja. Ja. En terecht hoor, maar... Ik ben wel eens niet bedachtzaam, maar dat is sporadisch. Ja. Sporadisch. Je zit bij de Rijnvogels. Is dit, Jimmy, een soort tussenstap in je carrièrepad om het hoger op te gaan zoeken de komende jaren misschien ook in het tennis gebeuren? Ja, wie weet. Ik ben geen carrièreplanner. Ik wil wel altijd een uitdaging hebben. Een club waar ik, waar ik iets kan bereiken. Er moeten wel mogelijkheden zijn tot iets te bereiken. Ik ben geen bezigheidstherapeut, totaal niet. En ik moet wel een groep om me heen hebben die giftig is en heel ambitieus is. Ja. Dus als ik een stap zou maken, dan moet het wel een goede zijn. Noem het nou eens een leuk clubje aan tafel. Noem het nou eens een leuk club. Waar je zegt, daar zou ik wel graag willen werken bij deze club. Feyenoord vind ik wel een leuke club. De sportclub? Nee, ik heb geen idee. Nee. Ik dacht aan Lisse bijvoorbeeld. Ja, ik heb natuurlijk een verleden bij Lisse. Daarom. Maar Lisse heeft een hele goede trainer. En ik ben net twee wedstrijden verder met... Ja, ik zou zeggen, laten we het nog even... Als je focussen er even lekker op rijden. Maar dan toch met je droom. Ja. Nee, ik zit goed en ik kijk er niet zo vooruit. Nog maar een wedstrijd of 7 pakken. Nou, wij kijken vast wel even vooruit, beste mensen. We gaan even kijken naar het wedstrijdprogramma van komend weekend. Met een, ik denk toch een aantal hele leuke potjes hoor. In Maassluis heeft Katwijk het altijd moeilijk, kan ik u zeggen. Excelsior Maassluis tegen Katwijk. En vorig jaar volgens mij werd Katwijk daar behoorlijk weggeveegd. Dus dat belooft nog wat. Quick Boys tegen Kozakken Boys. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Waar Royston Drenthe tegenwoordig loopt te ballen. Nou, wordt nog wat. IJsselmeervogels, mooi affiche. Tegen Rijnsburgse Boys, Ted Verongschot tegen zijn oude club. Nou, Schavenzande, puntloos nog in de hoofdklasse A. Daar mag de Rijnvogels komende zaterdag op bezoek. Valken gaat het nog 1 keer doen voor de beker tegen Formsport. En in Klaaswaal is het SSS Vrouwen 2. En waar Wim de Jong met de vrouwen 1 van de Rijnvogels op bezoek gaat. Nou, Schavenzande uit de Jimmy, zeg het maar. Ja, die hebben 2 gespeeld, 0 punten. Ja. Lijkt een beetje alsof ze een heel lang seizoen hebben gehad afgelopen jaar. Misschien een stukje vermoeid, misschien onderschatting, geen idee. Maar wij willen ze graag in die hoek houden. Nou, ze moeten wel punten gaan pakken. Ik weet, vorig seizoen, toen wonnen jullie de eerste wedstrijd. Ja, klopt. Ja, met klopt, ja. En daarna hebben ze geloof ik 10 wedstrijden niet meer verloren. Nee, klopt. Nee. Dus, maar het is altijd een hele lastige ploeg voor Rijnvogels. Ja.
Nou, ik zou zeggen, er zit geen makkelijke ploeg. Nee, oké, okay, maar je hebt soms van die ploeg. Ja, dus ze kennen elkaar natuurlijk al lang, hè, vanuit de eerste klasse ook. Ja, ja. Dus, ja. Maar ga je zelf naartoe, Remco, zaterdag? Ik heb nog geen idee. Oh. Nee. Je krijgt nog huiswerk mee, begrijp ik. Altijd. Goed. Ja. Ja, ik wou bijna zeggen, never change your winning team. Maar ben je van plan om voor zaterdag veel te gaan wisselen? Of zeggen van, nou ja, ik wil eerst werken aan een stabiele basis in het elftal. En dan kijken welke fine-tuning ik nog kan doen. Nou, we hebben nog een week te trainen. En voetbal is voetbal, dat zal wat gebeuren. Maar in de regel heb ik nog 2 dagen, dus ik ga het zien. De vlucht weer achterin? Of gaat hij weer terug naar het middenveld? Geen idee. Okay. Dat was voor die Frederik, hè? Want daar had je hem opgezet. Nou, de week daarvoor stond hij ook linksback. Deed het ook heel goed. Maar ik heb hem nu laten staan speciaal voor Lionel Frederik. Ja, en die gele kaarten waar ik het in het begin over had. Nou, zonder dat hij hem al... Ik zag het aankomen, hè? Ja, je zag het aankomen. Maar ik moet zeggen, hij pakte hem vrij laat. Normaal is Ricardo, die pakt hem heel vroeg. Ja. En dan is het billen knijpen tot het einde van de wedstrijd. Maar nu pakt hij vrij laat. Oké, okay, dat is positief eraan dan. Dan is hij wel professioneel genoeg om uit te spelen. Ja. En dat was prima. Ja. Goeie speler, hè, die Frederik. Daar had hij last van mee, hè? 32, ja. Is hij al 32? Ja. Oh, dat zou je niet zeggen. Hoe is het met de blessure van Ossevoort? Goed, voor Diederik ook. Die zijn nu volop aan het trainen. Okay. En die zullen waarschijnlijk volgende week voluit kunnen. Ja. Hoe is het met de baby van Verkerk? Goed. Oh, goed. Ja. Die is net op tijd bevallen. Die voor mij leedpot, hè? Ja, goed. Dinsdag bevallen, okay. Donderdag getraind en zaterdag kon hij keepen. Dus hebben twee bij. Eentje bij, 2 kinderen. Ja. Kijk eens aan. En de trouwerij van de Vreugde binnenkort. Die vreugd is er 2 wedstrijden. Ja. 4 weken. Ja, er gebeurt veel. Ja. Mik je een klein beetje, we gaan het afronden. Mik je een klein beetje, Jimmy, misschien op de eerste periodetitel. Dus ik van, als we nou lekker een goede start maken. Goede serie neerzetten, gelijk de eerste periode. Ja, tuurlijk. Ja, elke periode ga je voor. En als je de eerste kan pakken, dan pak ik hem. Je hebt Feyenoord uit ertussen zitten nog? Ik heb Rijshoort, ik heb Zwaluwe, ik heb Schavensande. Ja, dat moet kunnen. Oké. We gaan het meemaken de komende weken. Dat zijn de uitspraken waar we op wachten. Hè? Wij zijn erbij trouwens. Ton de Vries reist met jullie meekomende zaterdag naar Schavensande om dat allemaal te gaan zien. Ja, dan nog even, voor het gaan afsluiten hier, aandacht voor de speciale trainersshow van komende vrijdagavond. Je ziet het in beeld staan. Komende vrijdagavond bent u als voetballiefhebber hier in Groot-Katwijk ook van harte welkom om een kop koffie of een biertje te komen drinken in het sponsroom bij de Rijnsburgse Boys. Want we gaan weer helemaal los vrijdagavond op de radio en op Facebook met de grote RTV Katwijk trainersshow. En u ziet als het goed is, de mensen al in beeld staan. We beginnen om 7:00 en wie komen er niet, zou je bijna kunnen zeggen. Nou, er komen 8 trainers van de tweede divisie. Nou, uiteraard de bekende hier uit Groot-Katwijk. Jan Zoutman van Katwijk onder andere is natuurlijk. Edwin Grunholz van Quick Boys. Henk Wisman van Rijnsburgse Boys. We hebben IJsselmeervals op bezoek met Ted Verdonkschot. Jeroen Rijsdijk komt langs van Jong Sparta. Wie hebben we nog meer? We hebben John de Wolf inderdaad. John de Wolf komt, John de Wolf inderdaad. Ja. Ook hij van Spakenburg. Dus wat dat betreft genoeg te doen komende vrijdagavond om lekker te komen kijken of lekker te luisteren via FM 106.8 op de radio of te kijken via Facebook. Wees welkom voor een kop koffie in het sponsroom bij de Rijnsburgse Boys. Vanaf 7:00 gaan alle remmen los. Warm aanbevolen dus. Ja, goed, we gaan het afronden. Jimmy, de eerste show hier bij RTV Katwijk. Kom eens vaker terug. Graag, voel me vereerd. Voel je vereerd? Ja. In deze nieuwe studio. Ziet er goed uit. Ik wens je heel veel succes met jouw club, met de Rijnvolgers. Nou, komende zaterdag tegen Schavensand om 3 punten binnen te halen. En jullie met het programma. Dankjewel. Remco, jij fijn dat je er was. Ja. En we gaan je al vaker zien. Ja. Dan wel rondom de Rijnvolgers, dan wel rondom Valk 68. En die gaan we over een week of 2 beginnen tegen HVC10 in Hoek van Holland. Als eerste uitwedstrijd van hun competitie. Ja, dit was hem. De sport van RTV Katwijk hier op de maandagavond. Volgende week, als het goed is, zenden wij een compilatie uit van de hoogtepunten van de grote trainershow. Vrijdagavond dus, niet vergeten. En ik zou zeggen, wat mij betreft, graag tot de volgende keer. Graag tot de volgende keer om 9:30 op de maandagavond RTV Sport. Dag.